Ja, goedenavond. Dit is weer de zoveelste keer. De derde keer weer, Annie, hè, deze week. De derde keer deze week. Villa Vierdaagse. En het is donderdag en we gaan in gesprek met een aantal mensen. Ik ga eerst even Anja voorstellen. Anja Kazoek. Ja, Anja, we kennen jou allemaal van de bibliotheek. We hebben daar ook een filmpje van gemaakt. Ja, en dan komen we straks bij je terug. Heel goed. Oké. Okay. Anja, je staat hier op de markt om de bibliotheek te promoten. Hoe verloopt het allemaal? Nou, het verloopt heel erg goed. We zijn met een aantal medewerkers, collega's van de bibliotheek. En iedereen doet mee. We praten heel veel met mensen die de markt bezoeken. Jong, oud, mensen die in de bibliotheek komen, mensen die er nooit komen. Ja, supergoed. En eigenlijk algemeen hoor je van, nou, de bibliotheek moet er gewoon zijn. En nou, wat wij nu heel belangrijk vinden is van hoe moet die bibliotheek er dan uitzien. Omdat wij natuurlijk naar het Mozaïek gaan verhuizen. Er komt een heel nieuw pand. Dus we hebben nu de kans om de inrichting en de dienstverlening weer helemaal opnieuw te bedenken. Christian, jij bent interieurvormgever van de bibliotheek. Hoe wordt de inrichting? Nou ja, daar zijn we druk mee bezig. Hè. We zijn nu aan het kijken van... wat willen we in de nieuwe bibliotheek gaan doen? Daarom zijn we ook workshops aan het doen. We hebben een workshop met de jeugd gedaan, basisonderwijs, VMBO. En nu staan we op de markt om onze denktank voor volwassenen aan te kondigen. Tot we daarmee de ideeën gaan opdoen en die ga ik gebruiken voor de inrichting. Vandaar dat wij dat dus nu van heel veel mensen willen weten. En een van die mensen is Thomas, die ik even bereid heb gevonden om voor de camera zijn idee te spuien. Omdat jij kan niet bij de denktankavond aanwezig zijn, heb je geen idee. Nou ja, wat mij net te binnen schoot toen ik hier op de markt aangesproken werd, was maak er een huiskamer van. Gewoon waar je gezellig rustig je boeken kan lezen of je tijdschriften of alles wat er in de bibliotheek te vinden is. Maak dat multifunctioneler misschien met een beamer waarop films vertoond worden of documentaires. Doe iets anders dan andere bibliotheken. En Anja, zijn er ook nieuwe ideeën? Want wij zeggen de bibliotheek is van de mensen. En eigenlijk willen wij gewoon de ruimte zijn. En alle bronnen bieden, zoals wij dat dan zeggen. Zodat mensen hun leven rijker en mooier kunnen maken. Dat is wat we zeggen. De opening, wanneer zal die zijn? Zoals we nu het idee hebben, zal het half februari zijn. Nou, ik wens je heel veel succes, Anja. Oké, dankjewel. Nou, dat was een film over het leven van Anja, eigenlijk. Anja, wij gaan het vanavond uiteraard hebben over Vierdaagse. Ja. En dat vraagt iedereen zich af, wat heb je daar nou mee te maken? Nou, dat filmpje ging over de huiskamer van Wiegen, waar jullie naartoe gaan met de bibliotheek. En we gaan nou eens praten over je eigen huiskamer. Want daar is het aan de hand, hè? Ja, die is helemaal vol. Helemaal vol? Waarmee? Ik heb 6 gasten in huis. Dat zijn lopers. Drie lopers. Ja. Eigenlijk 4, maar er is er 1 uitgevallen na de eerste dag. Dus daarom was ik gevraagd om hier wat te komen vertellen. Als er 1 uitvalt, moet hij dan niet weg? Dan blijft hij gewoon bij jou? Ik had ook, 1 van de 6 was klusser en nu heb ik 2 klussers. Hij moest wel mee gaan klussen. Oh, dus je huis is ook geschilderd eind deze week? Nee, buiten. Okay. Ik heb buiten wat gedaan. Ja. Zeg, eventjes, wat is dat nou, dat opvangen van lopers? Want je zei, ik slaap maar 4 uurtjes. Kun je even een verhaal vertellen hoe dat nou gaat? Hoe dat gaat? Nou, ze zijn zondagmiddag gekomen vol goede moed. En we herbergen iedereen in een eigen kamer. Of tenminste, hè, met een paar op een kamer. Ik doe ontzettend veel boodschappen. Ik kook hele grote pannen. En het is super. Maar breng jij ze ook naar de start toe? Degene die de 50 loopt, die breng ik om 3:15 breng ik die weg. Goedemorgen. Zodat hij om 4:00 kan starten. Ik moet hem eerst om 3:15 even checken of hij inderdaad wakker is. Ja. Maar dat was hij iedere dag nog, dus wat dat betreft gaat helemaal goed. En dan kom ik thuis en dan staan de 40 kilometer lopers al op punt van vertrekken. Of ze staan net op, hè, afhankelijk van wat ze vroeg of laat hebben. En dan is het ook eigenlijk net zo leuk om op te blijven. En die breng ik niet weg, die brengt iemand anders weg. Ja, ja. En dan, ik ben een soort 4-daagse hotel, ik vind het super. En dan, ik denk, ik ga een andere carrière beginnen. Ja, ja. Ja. Ja, die gaan ook aanmoedigen, de andere 3. Ja. Dus die moeten ook weer weg die dag. Ja. Nou ja, vandaag is er 1 eventjes naar Ottersum gereden. Omdat Mike dan, die 50 kilometer loopt, heel veel last van zijn knie had. Dus moest even knieband gebracht worden. Okay. Dus dat soort dingen doe je ook. Ja. En de hele dag,
We WhatsAppen en we Facebooken en we bellen. En vandaag moest ook echt een paar keer iemand er doorheen gepraat worden. Want die had echt zoiets van, nou ja, het was vandaag echt heel zwaar. Ja. De moeder van het gezin, zeg maar, Jolanda, die liep voor het eerst, loopt voor het eerst. En die had het gewoon mentaal soms even gehad. Zo van, zijn die heuvels nu nog niet voorbij? Ja. Weer een heuvel. Zijn er veel meer dan zeven? Dus ja, dat doen we ook. Ja. Dus, het zijn er maar vier. Ja. Ze geloofden er niks van. Nee. Ze hebben veel meer gezien. Dus, maar nou, het is even op de tanden bijten. Voor hun zeker. Ja, voor hun zeker. Maar we hebben nog meerdere lopers aan tafel. Dat zijn lopers die lopen voor een goed doel. Jullie lopen voor het hospice, het nog te bouwen of in aanbouw zijnde hospice. Eerst even over het lopen. Hoe gaat dat nu? Want het was vandaag behoorlijk heet. Eén van tweeën mag reageren. Ik vond het gisteren, toen de zon doorbrak, onwarm. Ja. En de weekendse dag vond ik veel zwaarder dan vandaag. Want ik was bijna een uur eerder binnen. Dat is nou het verschil, ja. En natuurlijk zit er een geestelijk iets. Aan het begin van de derde dag. Dan ben je over de tweede dag. En nu hoef je nog maar twee dagen. Ja, precies. Dat doe je tussendoor. Ja, ja. Dat is een heel verschil ook. Maar we hadden vandaag allemaal veel meer ruimte. We konden echt doorlopen. Iedereen zegt van, het is 1 uur, we zijn malden al uit. Of mogelijk al uit. Ja, maar het is maar een dorp, hè? Ja, het is ook maar heel klein. Wijchen is natuurlijk een hele grote gemeente. Nee, maar in Wijchen kon je niet opschieten. Nee. De Beuningen ook niet. Maar de hele dag schoot het niet op. Ook al loop je ergens in die straat daar naar Weert. En hoeveel keer loopt u deze nou? Is het, Ik de 12. De 12. En u? Ik loop de 19e keer. De 19e keer. Zo. Ja. Ervaar je dat ieder jaar een beetje als hetzelfde? Of zijn er ieder jaar dingen waarvan je zegt, het was totaal anders? Het is eigenlijk, het is grotendeels hetzelfde, maar er zijn toch wel dingen die ik ook wel veranderen. Ja, ja en de sfeer, je weet het is gewoon een hele leuke sfeer, maar die is. Ja, je maakt niet gekke dingen mee in de weg. Vertel u welke gekke dingen maken? Ja, nou, mensen staan gewoon uit het raam te zwaaien en te dansen. Oh, dat is wel heel gek, van alles en nog wat. Ja, het is echt. Ik vind bijvoorbeeld inderdaad Groesbeek, dat is gewoon helemaal uit zijn dak. Ja, dat is leuk. Maar heb je ook altijd het idee dat die toilet op de verkeerde plek staan? Een toilet op de verkeerde plek staan? Ja, ik zie er heel veel. Ik hoef er geen gebruik van te maken. Ik ben blij dat ik onder de boven zat. Ja. Nee, als het eens is, kan niet. Nee. Maar nee, ik heb dat beschikbaar. Maar de sfeer, daar roemt iedereen over, dat de sfeer zo ontzettend lekker is. Wat is dat dan? Is dat omdat je dan maar in één keer in gesprek komt met iemand die je helemaal niet kent? Of is het... Is het enthousiasme van het publiek of wat is het nou? Gesprekken die zomaar ontstaan onderweg. Ja. Ik sprak met iemand met de nieuwste wandelvierdaagse van Salland. Die is in oktober. 4 dagen een groot feest. Ja. En hij zegt het is in Salland. In Salland, in Raalte. Ja. Daar kunnen ze het ook. Ja. En het is in 6 jaar gegroeid van 600 deelnemers naar ruim 4000 deelnemers. Ja. En het blijft maar doorgaan. Het is ook een kwestie van... Ja, heel veel lobbyen bij de gemeentes in de omgeving waar ze doorlopen. Dit is een continu proces. Zal dat dus om en omgeving? Nee, hè? Dat is eigenlijk de driehoek tussen Zwolle, Deventer en Nijverdal. Ja, dat doe ik. Ja. Ja. Ommen ligt er net middenin. Ja. Nee, Ommen ligt er buiten. Net aan de rand. Even geografie ophalen. Ja, nou, ik heb heel veel gefietst vandaar. Nee, maar dat dacht ik zo. Maar waar starten ze dan? In Raalte. Hè. Ze doen een klaver. Figuur, dus om Raalte heen. Vanuit Raalte is het. Ja. Maar u zei net van die gesprekken, en ik vraag het me af, zijn het oppervlakkige gesprekken of zijn het diepgaande gesprekken? Het zijn echt onder mijn nooit diepgaande. Nee, echt oppervlakkig, waar kom je vandaan en dat soort dingen. Dus ze vragen u niet waar u verloopt in, zo? Ja, wat ik nee, want dit t-shirt heb ik maar 1 dag aan kunnen hebben, maar dan moet het in de was. Maar je hebt maar 1 t-shirt gekregen van de organisatie. En bovendien, ik heb het nog achterste vooraan, maar de tekst staat op de achterkant en ik heb een rugzak. Dus... Oh, maar u loopt op sponsorlopen bent u toch? Dan moet iedereen weten waar je maar dat loopt. Gaat via internet, via vrienden en dat soort zaken. Daar gaat het, dat lobbyen gaat dus via vrienden. Ja, daar krijg je dus de bedragen van. Maar heeft niemand met u gesproken over hospice, met u ook niet? Nee. Nee, wij zijn inderdaad sponsors. We hebben ons op de Vandaagse site hebben wij ons laten sponsoren. Ja.
mensen die ons dus willen sponsoren, die kunnen ons daar ook op vinden. Die ontvangen daar het bedrag tussen, dat die mensen inzetten. Mocht een van ons dan niet uitlopen, dan wordt contact opgenomen door met de sponsor. Vierdaagse doet dat zelf altijd met het geld in de cultuur. Willen ze terug hebben, willen ze toch schenken aan het doel. Dat is helemaal aan. Ja, loopt het uit. Dus vanzelfsprekend gaat het waarschijnlijk net. Ja, precies. Oké, okay, daar ben je sponsor lopen voor. Daar ben ik. We willen straks even over hoe dat gaat. We gaan eens even naar de Weegbree. De dame en de heer zitten daar ook. We hebben van jullie een filmpje. Laten we eens even daar naar kijken. Oké. Okay. Ik ben Peter Jansen. En ik ben vrijwilliger van de Weegbree. Als de beleving aan de binnenzijde al heel prettig overkomt, dan is het ook heel belangrijk dat dat buiten gebeurt. Dat er voor de bewoner een soort prikkel komt. Dat als hij hier binnen staat, dat hij zegt, hey, wat is daar aan de hand? Een belevingsgerichte tuin start je met planten en bomen. Die worden zodanig geplaatst dat die schaduwwerking. Daarna beschutting voor de regen en of zon. Daaraan heb je het meubilair. Mensen moeten gezellig en rustig kunnen zitten in de aanwezigheid van hun familie. En dan heb je het totaalplaatje dat met een team van vrijwilligers gerealiseerd gaat worden. Op onze site kunt u natuurlijk zien wat er allemaal gebeurt in de Weegbree. Wat de Stichting Vrienden van de Weegbree zoal doet aan acties. U kunt donaties plaatsen, maar u kunt ook heel erg vertrouwd zien wat het betekent als uw moeder of uw vader of uw familielid in de Weegbree vertoeft. Erg belangrijk dat wij transparant naar buiten kunnen om te laten zien wat hier in de Weegbree allemaal gebeurt. Ja, de Weegbree. Dat is een. Kunt u even uitleggen wat dat is voor een centrum, voor degene die het nog niet weet? Een verpleeghuis. Ja. Vooral dementerende ouderen. Er zijn 72 bewoners die gehuisvest worden. En die in een hele bijzondere eigen wereld de laatste jaren van hun leven moeten slijten. Ja. Maar voorheen had je verzorgingsannex verpleeghuis. Ja. Dat is bij jullie niet zo. Jullie alleen verpleeg. Ja. Dus de partner kan niet mee? Nee. Nee. Dat op dit moment is dat althans nog. Nee, maar voorheen was dat wel. En ben je bij heel veel. Er is sprake van geweest. Maar blijkbaar werkt het bij de Weegbree werkt dat niet. Niet zo. Niet voldoende. Nee, de Weegbree is nog niet zo oud. Hoe lang bestaat het? De Weegbree zelf, met vader. Nee, maar dit gebouw waar jullie nu in zitten. Ja, 22 jaar. Al 22 jaar? Ja. Oké. Okay. Ja. En dat is eigenlijk ontstaan uit Groesbeek Irene. Er was in de regio Wijchen erg veel behoefte aan een verpleeghuis voor dementerende ouderen. En toen zijn daar ook de mensen die in Groesbeek verbleven, naar Wijchen toe geplaatst. Ja, ja, ja. Ja. Oké. Okay. En jullie hebben ook sponsorlopers? Mevrouw Ja, wij hebben sponsorlopers. Wij hebben nu op het ogenblik 4 lopers. In het begin was dat rond de 22, maar aangezien de Vierdaagse heel veel sponsorlopers heeft, wordt het allemaal een stuk minder. Ja. En ze lopen nu 15 jaar voor de Weegbree. En ze worden ook gesponsord door de inwoners van Wijchen. En bij ons hebben ze meestal de lopers al de centjes binnen voordat ze de eindstreep hebben bereikt. Dat ging het niet meer hoor, als ik er toch al binnen was met het geld. Ja. Nee. Ja. Nee, maar dat gebeurt dus wel. Ja. Dat de lopers die gaan naar familie, bekende bedrijven en vragen van wil je mij sponsoren? Ja. Ja. En dan kan het gebeuren dat ze dus uitvallen. Ja. Want dat hebben we dus nu ook. En dan krijgen ze geen geld, bedoel je? Die sponsor die zegt, maakt niet uit. Ik sponsor niet omdat jij die prestatie moet leveren. Nee, ik sponsor omdat jij voor het goede doel loopt. En je in wilt zetten. Maar hoe wordt u gesponsord per kilometer of hoe gaat dat? Nee, het is, tenminste zoals bij ons is het zo dat mensen zelf een bedrag kunnen inzetten waarvoor ze dus willen sponsoren. Ja, ik heb sponsors die dus een tientje dan ingezet hebben, ook mensen die meer inzetten. Maar je moet hem wel uitlopen, dat is zo?
dat is dus... Ze gaan er vanuit dat ik hem uitloop, ja. Dat zeker. Ja, 19 keer zeg goedemorgen, dat moet toch de 20ste keer ook lukken? Ja, als ik geen blessures krijg, dan loop ik hem uit. Ja, natuurlijk. Kan het bakje toch? Ja, ja. Nee, dus daarom. Maar mocht het toch niet gebeuren, dan zouden we met contact opgenomen gaan worden. Ja, wat ja. willen jullie met het geld terug? Of, ja. onder, ja, of kan het gestort of kan het toch gestort worden ja. naar het hospice toe? Nou, en ik denk dat de meeste akkoord gaan doen. Ja. Maar het stikt op dit moment bij de Duitsers van allerlei goede doelen, hè? Ja, dat klopt. Ja, dat, klopt. Ja, dat is een trend. Ja, ja, een trend. Ja, maar is dat, ja, niet de gedachte van de Duitsers echt, maar... Nee. Nee, maar... Iedereen maakt reclame voor alles en nog wat. Ja. En, ja. 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 Ja, en ik denk, ja, ik vind dat goed. Ik denk dat het gewoon goed om die dingen eens allemaal onder de aandacht te brengen van wat in de gemeenschap, alleen als je weet wat er in de gemeenschap van Wieken zo al leeft. Ik denk dat dat heel goed is, dat mensen dat weten. En mensen kunnen daar ook een keuze uit maken van nou, ik voel me daar wel mee verwant of ik voel me daar niet mee verwant. En ze kunnen een keuze maken. Ze kunnen ook helemaal niet sponsoren, ook prima. Maar dan weten ze wel dat er dus diverse organisaties binnen Wieken werkzaam zijn. Ik denk dat alleen is al goed. En sponsor betekent eigenlijk gewoon laten zien dat er iets is. Ja. 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 Zoals de Weegbree, die heeft geld nodig voor activiteiten en al die dingen meer. Ja, jullie hebben een doel. Jullie hebben een doel, hè? Oh, jij hebt ook een doel natuurlijk. Ja, maar een speciaal doel, hè? Eigenlijk een hele jaar door ja. Aan een diverse projecten. En die worden verzameld naar één groot masterplan. En we hebben zojuist de wandelgangen afgesloten. En daar zit een heel groot stuk belevingswereld in. Moet je even uitleggen, de wandelgangen afgesloten? Ja, tijdens ja, de ja. Nee. Nee. De bewoners van de Weegbree die hebben de eigenschap dat ze willen wandelen. Ja, die willen weg. Willen, juist. Ja. 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 Nou is er in de Weegbree is een heel mooi cirkeltje gecreëerd. En daarin kunnen ze zich vrijelijk bewegen. Oké. En daarin zien ze een aantal belevingen met geluiden, met reuk. Waarschijnlijk gebaseerd op vroeger, of niet? Precies. Ja. Thuissituatie, sfeer. Ja. Nou, dat zijn een aantal enorm belangrijke belevenissen ja. die bewoners ook nog eens een keer vrolijk maken. Ja. En normaal zit dat niet in de vergoedingenreeks en jullie krijgen daar van de sponsors geld voor om dat ja, te doen. Ja. Ja. De Weegbree zelf die heeft nu de binnentuin. Ja. Die heeft gezegd van nou, de binnentuin die moet opgeknapt worden. En toen hebben we gezamenlijk besloten dat de Stichting Vrienden van de Weegbree zich daaraan committeert. En daarbij alle sfeerbepalende en extra sfeerverhogende materialen, middelen, die gaan hun bekostigen. Ja. Dus Weegbree zelf zegt, de basis die moeten wij keurig netjes in orde maken. Die is nu ook al gemaakt. De planten, de bomen, daar is een heel team van mensen die daar over nadenkt. Dat er schaduwwerking is, dat er momenten van droog, dat ze dat onder een overkapping kunnen zitten. Of dat ze zichzelf rustig kunnen terugtrekken in een hoekje waar vogeltjes zijn. Of vogelgeluiden. Of waterpartijen. Zoals hier, ja. Dus zo is die beleving, wordt die in die binnentuin, met medewerking van de Stichting Vrienden van de Weegbree, gerealiseerd. Dat is een traject van 3 jaar. En daar is het geld voor? Daar is het geld voor. En jullie doel is anders, want jullie zijn bezig met nieuwbouw op dit moment. Als ik er langs rijd, zie ik, stond daar eerst een bedrag van 150.000 die nog nodig was. Er is nou een hele dikke vette streep doorheen gezet. Dus jullie zijn binnen. Nee. Oh, niet? Nee, oh, leg het uit. Laat ik dit zeggen. Het bedrag is grotendeels binnen. Ja. Er zit nog steeds een gat. Oké. Daar loop onder andere loop ik daar ook voor om dat gat geleidelijk aan te dichten. Ja. En ik doe... Ja, dus het is nog niet helemaal binnen. Maar ze zullen het wel binnen krijgen. Dat hopen ze wel. Maar inderdaad, dit geld is daar ook voor. Daarnaast moet dus ook de hele inrichting moet nog aangeschaft worden. Daar zijn we ook al druk mee bezig om te kijken naar de hele inventarislijsten opgemaakt en alles moet aangeschaft worden. Nou, dat gaat ook een aardige som kosten. Dus daar hebben ze ook een bedrag wel voor uitgetrokken natuurlijk. Maar ja, goed,
alles wat we meer krijgen, waardoor we wat ruimer kunnen te zitten, geeft ons natuurlijk ook meer mogelijkheden om een goede kwalitatieve dingen. Zorg en nazorg ook later. Ja. Ja. Maar als ik nou heel onwetend vraag, hoeveel patiënten kunt u bergen in het nieuwe hospice? Hoeveel procent bergen? Hoeveel patiënten? Patiënten. We hebben, hoeveel kamers zijn er? Ja, we hebben drie kamers straks met de mogelijkheid voor vier. Oké. Okay. En is dat aan de maat voor Wiegje of is dat te weinig? Nee, dat is echt zoals we het bekeken hebben voordat men begon is aan de bouw. Ze eerst bekeken hoe de behoefte lag hier in Wiegje. Ja. En toen is men inderdaad uitgekomen op drie bedden eigenlijk. Het is palliatieve zorg, dus echt mensen in de eindfase. Ja, ja. We verwachten ze dat ze met drie bedden, dat ze dat eigenlijk vrijwel permanent bezet zullen hebben. Ja, dat is zo. Ja. Ja. En hoe lang liggen de mensen daar gemiddeld? Want in Druut heb je ook zo'n hospice. Ja. En daar was het wel eens maanden nog dat men nog... Ja, nou ze mogen dus tot... Eigenlijk mag je dus tot... Drie maanden, hè? Ja, tot drie maanden zou je ze mogen blijven liggen. En dan moeten ze weer weg. Als ze dan moeten ze weg, ja. En het kan ook zijn dat als een patiënt toch weer op gaat knappen... Dat die terminaalverklaring komt te vervallen. Ja. En dan zou een cliënt ook weg kunnen. Ja, precies. Zo gaat dat. We hebben nog een andere die... Dan zullen ze dus kijken van ja, dan is het de volgende stap. Wat doe je dan met de cliënt? Maar ja, dan is dat het probleem van de familie weer om iemand ergens anders geplaatst te krijgen. Oké. We hebben nog Anja aan de tafel zitten. Anja, we hadden het net over jouw gasten. Ja. Is dat familie? De jongen die loopt, zeg maar, de 50 kilometer lopen, is de vriend van mijn dochter. En de rest is En dat is zijn vader, moeder en zijn zus en die vriend. Dus het is een heel gezin. Het is een heel gezin dat bij mij bivakkeert. Ja, ja, klopt. Ja. Nou zijn er ook mogelijkheden om bij mensen gewoon in huis als villa-loper te zijn. Ja. En die betalen daar ook €43,27 voor per nacht. Zoiets is dat. Ja, dat is zo. Oké. Okay. Met eten erbij, hè? Ja, ja. Ik weet niet hoe jij kookt, maar... Het zijn grote pannen hier zoal. Heel grote pannen, ja. Maar vraag jij nou ook een vergoeding? Nee. Het is echt een vriendendienst. En het is gewoon super om te doen. En het is de eerste keer dat ik het doe, maar ik denk, ik blijf het gewoon doen. Maar er zijn mensen die doen het gewoon voor een extra zakcentje. Ja. Maar als je vijf nachten bent, is 200 zoveel euro per persoon. Ja. Je hebt vijf. Ja. Toch 1000 piek, hè? Ja. Je doet het eigenlijk voor je. Ja, dat zou kunnen. Ja, dat zou ik niet doen. Ik heb gehoord dat je... Er is een commissie komt kijken of je wel allerlei voorzieningen hebt die nodig zijn. Hè? Ja, dat is ook zo. Ja, je moet wel het niveau van bed en breakfast hebben, denk ik. Op zijn minst. Zoiets, Moet er wasgelegenheid zijn op de kamer. Privacy. Als je 18 man hebt en je hebt maar één douche bijvoorbeeld, dan werkt het ook niet. Nee. Dat mag dus niet, dan ga ik toch maar een ander plan verzinnen voor volgend jaar. Ja, en ik denk ook wel dat je beschikbaar moet zijn overdag. De mensen, dat lijkt mij wel. Ja. Maar er zijn ook heel veel mensen die zich aanmelden en daar komt nooit iemand op. Dus dat is ook zo. Zou ook kunnen, ja. En elk jaar staat er weer wat gevraagd om adressen. Ja. Maar ja, die moeten allemaal in de binnenstad van Nijmegen zitten. Zo'n beetje. Ja, maar er zijn ook mensen die zich dienstbaar opstellen en... de financiën die daar bij binnenstromen ook weer terugstorten naar een goed doel. Ja, okay. Dat gebeurt ook. Ik voel een match aankomen, want ik denk ik zou het nooit voor het geld doen. Nee, maar op zo'n manier kan het dus wel. Zo wordt het wel gedaan. Ja. Ja. Maar goed, zoals wij begonnen eigenlijk met het programma over jouw huiskamer. Ja. Even naar de andere huiskamer van Wiegje weer. Ja. Dat begint al aardig vol te raken. Wij zijn buren geworden daarin, of medebewoners. Hoe ja, jullie zitten er al, hè? De Wiegers onderop. En jullie hebben op het moment heel veel overlast, zoals ook alle mozaïekgebruikers. Het schreeuwen van het gebouw van jou, van het, breken en het opbouwen van de... Niet alleen breken, ook de nek breken daar. Ja. Maar even dus, dat is in februari klaar. Dat is de bedoeling, dat wij half februari verhuizen. Ik heb wel gehoord dat er in het begin wat vertraging in heeft gezeten. Omdat ze toch ze hebben meer asbest gevonden dan dat van tevoren bekend was. Dat stuk wat afgebroken is. Er is een gasleiding gevonden die niet in kaart gebracht was. Okay. En het is een nieuwbouw aan bestaande bouw. En dat vraagt toch, in de beginfase vraagt dat meer meetwerk dan dat ze van tevoren op tekeningen hebben kunnen zien.
Dus er zit nu wat vertraging in. Of de bouwer dat in gaat halen, dat weet ik niet. Moest ook nog archeologisch onderzoek plaatsvinden daar? Ja, dat is geweest. Ja, en is er wat gevonden? Er is niks gevonden. Ja, alleen die gaspijpen. Maar ja, dat is niet uit de Romeinse tijd natuurlijk. Ja, en die hadden ze dan weer niet gevonden. Nee. Dat zou wel leuk geweest zijn, voor die piep. Ja. Wat doet de bibliotheek aan de Vierdaagse op dit moment? Jullie hebben computers, kunnen mensen internetten en zo. Ja, hebben jullie ook boeken erover, informatie? Ja, we hebben, we hebben altijd thematafels en we hebben nu een thematafel met allerlei wandelgidsen, wandeltips ook. Dus wij trekken het dan wat breder dan alleen de Vierdaagse, maar juist ook vanuit de regio allerlei leuke wandelroutes die er zijn. Dus wij verzamelen dan allerlei materiaal rondom dat thema. Eigenlijk een taak van de VVV natuurlijk, om die wandelroutes... Dat is meer voor de toeristen en jullie zijn meer voor de inwoners van Wijchen. Ja, en om de regio meer bekend te maken. We hebben allerlei tips over wat je het beste kan doen rondom voor wandelaars. Nu zijn er ook wandelaars die hebben die tas met boeken thuis laten staan, maar zijn geen lid van... bibliotheek in Wijchen. Dan kunnen ze toch komen, want ze kunnen met hun pasje van een andere bibliotheek bij ons gewoon lenen. Ja, dat kan gewoon. Ja, dat kan. En ze kunnen bij ons internetten. We hebben zelfs tegenwoordig een hele goede wifi-voorziening. En als je dan even snel iets wil printen of iets, dan kan je dat zelfs via onze wifi. Je kan zelfs thuis een printopdracht geven, naar de bibliotheek fietsen of lopen. En dan daar met de auto, krijgen. Of met de auto. Ja, jij kan met de auto komen. Ja, je bent welkom. Oké. Maar goed, dat doen jullie dus ook. En dat blijft voor jullie. Even korte vraag ten aanzien van de bibliotheek nu en straks. Wat wordt het verschil, behalve dat het nieuwbouw is? Gaan jullie ook meer digitaal worden? Sowieso meer digitaal. We gaan ook meer... wat wij dus nu doen, dat zag je net in het filmpje, is gewoon aan heel veel klanten vragen, klantgroepen vragen... wat wil je in die nieuwe bibliotheek zien? We hebben bijvoorbeeld met kinderen van groep 7 twee sessies met de inrichter gehad. En de kinderen zijn gaan tekenen en hoe zij de beleving op de jeugdafdeling willen. Met VMBO'ers leerlingen hebben we het gedaan. Die zitten natuurlijk naast ons strakjes. Ja. En dat is heel erg interessant wat er uit die kinderen en de jongeren komt. En ook wat er uit volwassenen komt, wat zij in de bibliotheek willen doen. Dus jullie borrelen nog van ideeën ook. Wat er echt helemaal nieuw is onze podiumfunctie. We begonnen met een trap en er moest een verbindingstrap tussen boven en beneden. Het zijn twee bouwlagen. Voorlezen en dat soort dingen. En toen dachten we van dat is ook mooi, kunnen we groepsontvangsten doen. Dan hoeven we geen aparte ruimte daarvoor te hebben. En toen dachten we, als we dat hebben, kunnen we veel meer dingen doen. Dus we zijn nu met de Volksuniversiteit ook aan het kijken van, kunnen we daar nog meer workshops en cursussen, lezingen doen. Maar er zijn ook ondernemers die zeggen, dat vind ik heel interessant, kan ik dat podium afhuren? Want dan kan ik een keer een informatief seminar organiseren. Ja. Het is voor ongeveer 65 personen wordt het. Dus dat wordt echt een vast onderdeel van onze dienstverlening. Ja. En dat is iets wat nog niet in het mozaïek is, want er is natuurlijk wel die theaterzaal. Maar om nou met een groep leerlingen in een zaal van 280 man. Dat kan niet. Nee. En we denken er ook aan om met de Wijchense Omroep dit soort live programma's of een politiek café. Ja, dat wist jij nog niet, maar dat gaan we dus doen. Leuk. Ja. Dat wordt meer, hè? Ja. Dus we gaan binnenkort, dat weet je misschien ook al, met een aantal van de Wijchense Omroep om tafel zitten. Ja. Hoe moet die inrichting dan, dat stukje inrichting er dan uitzien? Als je interviews wil, of misschien ook wel verhalen vertellen. Ja. Ik denk gelijk ook de bewoners van de Weegbrein, van het hospice, en waar we overigens ook een project mee doen. We zouden iets moeten kunnen doen met verhalen vertellen, verhalen optekenen. Om de laatste fase van de mensen mooier te maken. Tot zover even de spot van de biet. We gaan even terug naar de lopers. Hoeveel mensen lopen er nu voor de hospice? Jullie met z'n tweeën? Ja, wij met z'n tweeën. En hoeveel geld hoop je binnen te halen? We hebben nu met z'n tweeën binnen 790 euro. Hoeveel? 790. Zo, dat is goed, hè? Een bedrag, zeg. Een heel mooi bedrag, met z'n tweeën. Echt wel. Ja. En is dat al benoemd? Weet je al wat je ermee gaat doen, of niet? Of ga je gewoon even in de pot, denk ik. In de pot en het hospice kijkt dat dus straks. Dat wordt dan, als we hebben uitgelopen, wordt het overgemaakt met een rekeningnummer. En zij kunnen daar dan over beschikken. En zij zullen dat gebruiken voor de bouw. Ja. Annie, wat wil je zeggen?
Nog één minuut. Oh, dan moet ik even snel. Het is heel snel naar onze andere gasten. Want ik wil ook weten hoeveel geld jullie binnenhalen. 22 mensen, zei je? Nee, we hadden ooit 22 mensen. En nu? En we hebben nu 5 mensen. Eentje is er al uitgevallen. Jo den Tillaert, die had een bacterie in zijn knie, voorafgaande aan de Vierdaagse. Die wilde graag lopen, maar helaas, hij kon niet. Hij is wel gestart. Om het toegangsbewijs voor volgend jaar veilig te stellen. Over 2 jaar vooral, ja. Maar ja, zijn donatie staat al op onze rekening. Ja. En hoeveel is dat? Wij krijgen gemiddeld zo'n 3.000 tot 4.000 euro over deze 5-6 mensen per jaar binnen. Oké. Frits Grim, 55ste keer loopt hij hem nu, hè? Ja. En die, dat is een gigant. Dat is... In ieder geval, lopen voor een goed doel is altijd goed. U zei het al, het hoort bij die Vierdaagse ook. Ja. Ja. En ik hoop dat nog een keer iemand voor mij gaat lopen, maar dat zit er niet in waarschijnlijk. Bedankt voor jullie aanwezigheid. Morgen nog even een hele goede laatste spurt. En dan ga je weer die heerlijke Villa Gladiola op. Waar de sfeer natuurlijk het top is van de hele Vierdaagse. Dan worden we gedragen. Hè? Dan worden jullie gedragen. Ja. Oké. Bedankt. Jullie ook bedankt. Graag gedaan. Jij ook bedankt. Ja. En jij ook bedankt, Annie. Jij ook bedankt, Menno. En nog tot volgend jaar, zou ik maar weer zeggen. Ja.